Hallo, wij zijn Lisa, Alexia en Elise en wij zijn op uitstap geweest naar het Speelgoedmuseum. Toen we daar aankwamen mochten het vijfde en het zesde een gezellig plekje uitzoeken om ons koekje en ons hankje op te hitten. Daarna kregen we een bundel met allerlei opdrachten die we tot een goed einde moesten brengen. Een van de opdrachten waren met teddyberen. Daar moesten we allerlei opdrachten uitvoeren. Ook nog één opdracht was over poppen. We moesten uitzoeken waar, wanneer en met wat ze gemaakt werden. Daarna mochten we even spelletjes spelen. Bijvoorbeeld shoelen, Jenga, vier op een rij, Monopoly enzovoort. Na het spelen mochten we met onze boterhammetjes eten. Je kon kiezen welk drankje, bijvoorbeeld water, bruiswater, Fanta, cola. Niet vergeten. Daarna gingen we naar de kermisafdelingen. Er waren allemaal mooie attracties gemaakt, maar helaas niet door ons. Er was ook heel veel Playmobil. Het was erg mooi. We konden ook vrij spelen. En dan nog een mooie groepsfoto bij de beer. Dit was ons uitstapje naar het Speelgoedmuseum.